kan het gewoon. Vanaf 10 juli gaat het bedrijf weer vliegen op de Turkse Riviera. Terwijl onze premier Rutte afgelopen vrijdag nog opriep om vooral niet naar Turkije af te reizen. Voor Turkije geldt simpelweg dat daar een oranje reisadvies geldt. Dat betekent alleen noodzakelijke reizen. Dus ofwel Corendon heeft ontzettend veel klanten die noodzakelijke reizen moeten maken naar Turkije. Maar mijn indruk is toch dat het vooral vakantiereizen zijn en die passen daar niet. Vindt u het onverantwoord? Ja, ik vind het echt onverstandig en onverantwoord inderdaad. En daar zal minister Blok, of dat heeft hij volgens mij al gedaan, Corendon ook op wijzen. Ja, Steven van der Heijden van Corendon. U zag dit, u hoorde dit. Wat dacht u? Nou, ik was eigenlijk vooral verbouwereerd. Ik dacht, wat gebeurt er nou toch? Ik zat ook niet te kijken, want we hadden niet de indruk dat er iets gezegd ging worden over vakanties. En ik kreeg onmiddellijk allerlei appjes en berichten. En ik ben toch gaan kijken en ik was vooral heel erg verbaasd. Bent u er kwaad over? Nee, ik kan op deze premier niet kwaad worden. Ik heb een grote bewondering voor Rutte, al is het niet mijn politieke kleur. Maar het heeft wel een behoorlijke impact gehad op ons bedrijf. En uiteraard ook op mijzelf. Ja. U hebt vandaag overleg gehad op het ministerie. Wat is daaruit gekomen? Nou, we hebben meerdere overleggen gehad en die gaan morgen ook door. Vanochtend begon dat met een gesprek met minister Cor van Nieuwenhuizen, onder andere. Dat was constructief, zoals dat dan zo mooi heet. Het was ook constructief. Ik ken deze minister ook als constructief. Maar er is wel een dilemma. Want ja, er wordt massaal gevlogen op Turkije door andere luchtvaartmaatschappijen. En ja, wij worden eruit gepikt omdat wij aankondigen het ook weer te gaan doen. Hoe massaal? Nou, zeer massaal. Afgelopen week, deze week bijna 70 vluchten vallen naar Turkije, rechtstreeks. Dus geen overstapverbindingen. De week dat wij zouden beginnen of gaan beginnen, de week van 10 juli, zijn het al 76 vluchten. En dat zijn KLM, Turkish Airlines en vakantie-airlines die ook naar toeristische gebieden vliegen. Dus Corendon is één van de velen? Corendon zou dan één van de velen zijn. Nou, maar ja. Er wordt nu gesuggereerd dat wij doorgaan met vliegen, maar dat is niet zo. We hebben natuurlijk de afgelopen 3 maanden hebben we geen meter gevlogen, ook niet op Turkije. Mm. We zijn nu langzaam weer wat bestemmingen aan het oppakken die op geel reisadvies staan. Vanaf 10 juli zou daar Turkije bij komen. En wij zouden dan een paar vluchten toevoegen aan die vele tientallen die er door andere maatschappijen worden. Maar is dat ook wat u met name steekt? Van ja, oké, wij gaan weer op Turkije vliegen. Maar er zijn ook heel veel andere maatschappijen, zoals KLM, zoals die Turkse airlines. Ik weet even niet meer. Ja, KLM kan me nog niet eens. Maar KLM vind ik nog niet eens zo belangrijk. KLM die vliegt op Istanbul. Dat is vooral zakelijk en ook diplomatiek. Daar zal misschien een verdwaalde vakantieganger op zitten, maar dat zal wel. Mm. Het gaat mij met name om die echte vakantie-low-cost airlines zoals Pegasus, zoals Sun Express, die naar onze bestemmingen vliegen, naar Antalya, naar Izmir, naar Bodrum. En waar onze klanten massaal annuleren nu, de afgelopen weken, omdat wij nog niet konden gaan vliegen. En onze klanten zeiden, ja, we zouden graag met jullie willen, maar jullie vliegen niet. Dus wij annuleren en we gaan met die partij vliegen en we boeken gewoon een los hotelletje erbij. Meneer Segers, snapt u iets van de woede of het verbouwereerd zijn van Corendon? Ja, dat snap ik, omdat er niet altijd helemaal consequent wordt doorgedacht bij de regels. Hè. Dus we hebben eerder gehad dat je mag wel in een lijnbus zitten, maar niet in een touringbus. Dus, nou ja, dat soort dingen. Dus er wordt wel pogingen ondernomen om dat dan enigszins in lijn te brengen. Tegelijkertijd hebben we nog heel veel risico. Het gaat om landen met een kleur oranje, wat niet groen is. Ja. Wat echt een twijfelgeval is. En het virus is nog steeds onder ons. En het risico is ook nog steeds onder ons. Dus Ik begrijp wel de voorzichtigheid vanuit gezondheidsperspectief. Maar dat begrijp ik ook. Ik begrijp dat gezondheidsrisico heel erg goed. Maar dan heb ik zoiets. Zorg er dan voor dat niet al die duizenden Nederlanders op dat soort vluchten stappen en naar Turkije op vakantie gaan. En zeg niet alleen tegen ons van je mag niet en tegen de rest, we kunnen niet optreden. Nou, ik hoop dat de uitkomst van dit overleg is dat er maatregelen genomen worden tegen die andere maatschappijen. Want ik wil liever niet vliegen als er een oranje reisadvies. Wij hebben ons de afgelopen maanden zeer zorgvuldig aan de regels. U wilt liever niet vliegen? Nee, laat ik zo zeggen. Wij worden gedwongen door de omstandigheid om het nu op te starten, omdat wij tienduizenden klanten aan het kwijtraken zijn. Wij hebben natuurlijk de afgelopen maanden had iedereen een gelijk speelveld. Niemand kon op vakantie naar Spanje, naar Italië, naar Portugal. Al noem maar op. Dat kan nu weer wel. En dus daar gaan we vol mee aan de gang. Maar naar Turkije ontstaat de situatie, wij niet en iedereen elders maar wel. Kijk, uiteindelijk, u zegt het mooi, maar uiteindelijk is het uw eigen keuze. En u zegt net, ja, we doen ook heel veel vluchten naar andere landen die geel zijn. Zeker. Dus u kunt best wel zeggen, als u dat zou willen, zou u natuurlijk kunnen zeggen, nou, wij wachten tot Turkije ook geel is. Ja, dat zou ik graag willen. Maar Turkije is ook van oudsher, Corendon is van oudsher een bedrijf met Turkse roots. Ongeveer de helft van onze vakanties gaat naar Turkije. Onze trouwste klanten zijn onze Turkije-klanten.
Meer dan de helft van onze marge komt ook uit Turkije. Dus Turkije is voor ons wel essentieel. Zou u omvallen als u niet naar Turkije zou vliegen? Ja, dat is moeilijk te zeggen. We zouden het wel een stuk zwaarder krijgen. En nogmaals, wat mij het meest steekt... Kijk, we hebben maandenlang niks kunnen doen. We hebben 100% omzetverlies gedraaid in de periode tot eind juni. Mm. Dat overleven we wel. En de overheid helpt ons, heeft ons fantastisch geholpen. De bank gaat ons ook helpen. Maar dit gaat wel heel erg ver. Dus we zouden het wel een stuk zwaarder krijgen. Nou, is het wel zo, meneer Van der Heijden, de reis daar is oranje. Dat betekent als je terugkomt uit Turkije, ja, wordt dringend aangeraden. Je moet 2 weken in thuisquarantaine. Vorige week maakte uw bedrijf een reclame. Die zeiden op een gegeven moment, ja, bij ons dan kun je gratis een coronatest, ja, krijgen als je terugkomt. En dan hoef je eigenlijk niet meer 2 weken in thuisquarantaine. Ja, dat laatste hadden we niet moeten zeggen. Dat is een fout. Dat hebben we ook onmiddellijk gecorrigeerd. We werden daarop gewezen door VWS. Wij gingen ervan uit. Thuisquarantaine kan worden vervangen door een test die negatief is. Dat is formeel niet zo. En dat komt omdat er een hele kleine periode is tussen het besmet raken en het aantonen, ja, van het virus. Oké, dat hebben we onmiddellijk toegegeven. Dat hebben we onmiddellijk aangepast op de website. Maar wat wij vooral hebben overwogen is... Er zijn heel veel Nederlanders, en dat zien we nu ook in het gedrag van mensen die van buiten Europa komen, die niet in thuisquarantaine gaan als ze terugkomen. En die ook geen test doen, hè, om nog iets meer zekerheid te hebben. Ja. Dus en die tests zijn heel erg duur. Dus wij hebben gezegd, laten wij nu als extra slot op de deur, als extra voorzichtigheid, die test gratis aanbieden. Het is ook gewoon reclame, het was toch gewoon een hoppetje eigenlijk? Nee, want wij bieden ook reizen aan naar Curaçao en Bonaire, waar een test notabene verplicht is. Hè. Bonaire is, ja, Nederland, dus niet eens Curaçao, dus, ja, Nederland. Daar is een test verplicht om überhaupt binnen te mogen. Die test bieden we ook gratis aan, omdat het een behoorlijke drempel is om zo'n test af te nemen. Maar nu raadt u gewoon iedereen aan, als je terugkomt uit Turkije, want dat is natuurlijk het officiële advies, ja, toch, meneer Segers, van de overheid, ga 2 weken in thuisquarantaine. Wij hebben onmiddellijk die communicatie veranderd en wij bieden die test ook niet meer aan, om maar te vermijden dat er sprake zou zijn van vervanging van, ja, door de test van die thuisquarantaine. Dus u zegt wij raden mensen dringend aan om 2 weken, ja, in thuisquarantaine. Maar even nog over wat u heeft gesprek gehad met minister van Nieuwenhuizen. En zij zegt kennelijk ook, als ik u goed begrijp... ja, het is een beetje oneerlijk dat andere vluchtmaatschappijen... er helemaal geen gedoe over is, en wel over Corendon. Wat heeft zij gezegd? Heeft zij gezegd, we gaan onderzoeken... of we alle vluchten naar Turkije verbieden? Nee, wat ik denk dat de omvang waarin maatschappijen... nu alweer aan het vliegen zijn op Turkije... en de komende weken nog verder gaan opbouwen, was voor haar nieuw. Was voor haar nieuw. Dat het in die mate zou gebeuren, was voor haar nieuw. Wij hebben afgesproken dat zij met haar ministerie zou gaan kijken hoe de situatie was. Wat er aan gedaan zou kunnen worden. En wij gaan in de loop van de week verder met praten hierover. Maar ik begrijp niet helemaal, wat gaat ze nou precies doen? Ze gaat bekijken? Nou, ze heeft toegezegd dat ze zou gaan kijken... Ja. Of er wat aan de situatie gedaan kan worden. Omdat het officiële standpunt is... vluchten van buiten de Europese Unie kan alleen als er sprake is van repatriëringsvluchten. En specifiek in het geval van Turkije, en overigens ook... uitsluitend in het geval van Turkije, is er sprake van massale vakanties. En waarom? Omdat Turkije het enige land is, hè, waar grootschalig zontoerisme buiten Europa bestaat. Ja. Wat een oranje reisadvies kent. En waar ook heel veel luchtvaartmaatschappijen zijn die die vluchten gewoon kunnen uitvoeren. Dus, ja, het is een specifiek Turks probleem. Hmm. Weet u wat het is, meneer Van Heijden? Ik snap het economische argument, dat snap ik eigenlijk nog wel. Maar ik denk ook, en dan kijk ik even met een schuin oog naar meneer Krol. Ik denk even aan mijn buren, dat zijn mensen van begin 80... Als ik die aankijk, die hebben de angst over die coronaperiode nog in de ogen staan. Als ik aan die mensen nu zou zeggen... ik vertrek morgen voor 2 weken met Corendon naar Turkije... en daarna kom ik weer gezellig terug... dan schrikken die mensen zich helemaal kapot. Maar meneer, snapt u dat? Gaat dan toch 2 weken in thuisquarantaine als u terugkomt? Daar hebben uw buren toch geen last van dan? Nee, maar snapt u dat die mensen daarvan kunnen schrikken? Ja, nee, natuurlijk ga ik in thuisquarantaine, maar ik moet ook mijn vuilniszak weggooien. Ja. Dat klopt. Maar goed, als u alleen maar de vuilzak buiten zet, dan zal er weinig aan de hand zijn. Dat gedrag is natuurlijk op gericht om zo weinig mogelijk in contact te komen, ja, met anderen. Dus dat snap ik. Maar aan de andere kant is het zo, en ik ben geen viroloog, ik ben al een paar keer bestraft, ook door de overheid, doordat ik uitlaat op dat gebied deed. Maar de rapportage vanuit de Turkse overheid is ook zodanig dat het virus wel degelijk in Istanbul nog zeer aanwezig is. Het aantal besmettingen neemt weer toe in Turkije. Zeker, in Istanbul zeer aanwezig is. Maar aan de Turkse kust er maar een heel laag aantal, ja, besmettingen, ja, wordt gerapporteerd. Meneer Krol? Ja. Ja, dat is een beetje het gekke. Als je kijkt naar de cijfers, dan zie je inderdaad in grote steden zoals Istanbul heeft men veel last van corona. Maar de kustgebieden waar onze vakantiegangers naartoe gaan, ja, daar komt het, ja, bijna niet voor. Dus u denkt, lekker vliegen? Nou, ik ben niet degene die moet zeggen lekker vliegen, maar ik begrijp heel goed dat dit voor een bedrijf als Corendon bijna niet te behappen is.
Er mag dus wel weer gereisd worden, daar hebben we het nu over. Maar de vraag is of mensen wel zitten te wachten op een vakantie naar het buitenland. Ik wel. We mogen weer op vakantie als we maar goed op de risico's letten. Blijven we massaal thuis of durven we al te boeken over de grens? Nee, ik blijf voorlopig thuis. We twijfelen nog wel. Daarom hebben wij gekozen om lekker in eigen land op vakantie te gaan. Maar liefst de helft van de mensen in ons onderzoek zegt deze zomer thuis te blijven. Ze vrezen besmet te raken met corona. We hebben maskers, niet deze, maar andere. Veiligheidsbrillen. We hebben ons eigen eten meegenomen. Wij gaan naar Noord-Frankrijk. Wij hebben daar een tweede huis. We vliegen naar Zagreb en dan pakken we meteen de trein naar Vukovar. Dat is de stad waar mijn ouders vandaan komen. En ga je toch op vakantie, ga dan wijs op reis. Ja. Meneer Van Heijden, hoeveel extra boekingen naar Turkije hebt u eigenlijk binnengekregen sinds vrijdag, sinds die woorden van Rutte? Iets eerder beginnen. Wij doen normaal bijna 400.000 vakanties naar Turkije per jaar. Hè? 400.000. Mm. Als we dat dit jaar nog 80.000 tot 100.000 van overblijven, is het al heel veel. Waarschijnlijk een stuk minder. Maar sinds wij de aankondiging hebben gedaan, zijn de boekingen naar Turkije wel weer toegenomen. Maar netto zijn ze zwaar achteruit gegaan. Want wat wij namelijk gedaan hebben, is ook iedereen de gelegenheid gegeven om te annuleren en om te boeken. Maar dus hebben die woorden van Rutte daar effect op gehad, op het aantal boekingen? Nee, ik denk dat ze vooral effect, dat vooral onze mededeling dat we weer gingen beginnen effect heeft gehad. Maar wat ik al zei, vooral op het aantal annuleringen. Want wij hebben gezegd, we gaan niet mensen verplichten om te gaan. Mensen kunnen ook annuleren of omboeken. Daar hebben ze massaal, althans 15% van de mensen heeft daar gebruik van gemaakt. Maar sindsdien zien we dat de mensen die echt willen, ja, dat die wel weer gaan boeken. Ja. Dat zijn er zeg maar tussen de 200 en 300 per dag die dan nu bijkomen. Even, mevrouw Buiten, gaat u deze zomer naar het buitenland? Ik ga naar de Eifel een week wandelen. Gaat u vast, gaat u vast niet vliegen? Dat is volstrekt een code groen. Ik denk op drie uur reizen in ieder geval in Duitsland. Gaat er iemand vliegen eigenlijk, is, meneer Rothoff? Mijn bedoeling is dat ik ga vliegen, ja. Waar gaat u naartoe? Curaçao. Dus ik hoop wel dat het wat rustig daar wordt. Maar vliegen, ik moet eventjes weg. Maar maak jij je bezorgd over bijvoorbeeld het voorbeeld dat Erik net geeft? Er zijn natuurlijk genoeg mensen hier in Nederland die denken, jeetje, moet dat nou? Moeten mensen op vakantie gaan? Dat is toch een beetje spannend als je wat ouder bent. Ik zou zeggen, juist als mensen een beetje weg naar Nederland, haalt de druk weg uit Nederland. Zo zou je het ook kunnen zien. Ja, maar je kan ook weer wat mee terugnemen natuurlijk. Daar gaat het om. Dat klopt, maar ik geloof niet dat het onverantwoord is om naar Curaçao nu te gaan. Nee. Dus als het gaat om landen waar corona niet echt heerst, vind ik dat mensen gewoon moeten kunnen gaan. Ook goed voor je gemoedsrust. Lekker uitgerust weer terug. Nodig. Maar is het ook niet, meneer Segers, we kunnen wel alle ballen op de meneer van Corendon, maar uiteindelijk zijn het reizigers die boeken. Ja, zeker. Daar gaat het om. En kijk, ik snap uw belangen. U wil een mooi bedrijf, een gezond bedrijf. Overeind houden, heeft werknemers, omzet. Maar ik hou echt mijn hart vast. Ik hou echt mijn hart vast bij de risico's. Ook, sorry, met een reis naar Curaçao. Weet je, er zijn wat verhalen over dat die filters, dat die dan schone lucht zouden veroorzaken. Maar als dat weer onduidelijkheid over. We weten gewoon heel veel niet. Ja. We weten veel niet van dit virus. Nee. Het is allemaal net weer onder controle. Nee, maar dat begrijp ik. Maar in België, daar zeggen ze gewoon, dan vliegen we dus helemaal niet. Punt. Nee. België is heel duidelijk in zijn reisadvies. België zegt, het is Belgen verboden om naar landen buiten de Europese Unie af te reizen. Zou u dat een fijne vinden? Nou, dat klinkt heel raar. Dat zou voor mijn bedrijf zou dat overigens ook voordeliger zijn. Want dat betekent dat die mensen die nu bij ons annuleren niet bij de concurrent boeken, maar dat wij die een reis naar een andere bestemming kunnen aanbieden. Mm. Een bestemming waar wel op gevlogen mag worden. Maar waarom doen we dat dan niet? Waarom doet de Nederlandse overheid dat dan niet? Want iedereen gaat het natuurlijk aan het hart. Waarom maakt België een andere keuze daarin? Je ziet echt de culturele verschillen ook binnen Europa. Wij doen heel veel op basis van persoonlijke verantwoordelijkheid. We doen een beroep op de verantwoordelijkheid van mensen om zich verantwoordelijk te gedragen. Ja. Frankrijk heeft bijvoorbeeld inderdaad echt top-down alles echt dichtgegooid. Ja. Veel centraler gestuurd. En wij hebben gezegd, wees verstandig, 1,5 meter, allemaal van dat soort dingen. Maar dan begrijp ik dat er soms situaties ontstaan waar je zegt, ja, het is niet helemaal eerlijk. Maar ik ben heel blij dat de Nederlandse overheid dat gedaan heeft en dat we de eigen verantwoordelijkheid gehad hebben. Daardoor hebben we een veel minder belastende lockdown meegemaakt. Maar er zijn dingen waarin het niet zozeer wringt, maar waarin het ontspoort. En als het gaat om 76 vluchten per week naar Turkije, zonder enige, dan noem ik dat echt wel. Nee, dat ben ik met u eens. Want ik heb vandaag even het lijstje gezien wat er vandaag aankomt op Schiphol. Ja, dat zijn echt landen waar
waar grote haarden zijn. En ja, die mensen, ja, je mag hopen dat ze naar het in thuisquarantaine gaan. En er wordt totaal heerlijk om gewoon in Nederland of eventueel in België of in Duitsland, maar gewoon dichtbij. Of in de Eifel. Nee, maar ook, ik bedoel, het is een hele meneer Van Heijden die probeert zijn bedrijf aan leuke plekken in Nederland om op vakantie te gaan. Dat volgens mij doen de meeste 80%, 80% van onze normale klanten doen dat ook. Ja. Maar we willen graag wel die 20% die wel wil gaan. Niet verliezen aan de rest. Ja, goed. Wordt vervolgd. Dank u wel. Zonne aan de Spaanse kust of met de sleurhut naar de camping. Nederland startte begin deze.